Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over de deadlift. En om heel precies te zijn, je heuppositie tijdens de deadlift. Waarom is dit belangrijk? Ten eerste omdat je hierdoor je lichaam niet sloopt. En ten tweede kun je hierdoor meer gewicht tillen. Meer gewicht tillen is automatisch sterker / gespierder worden. Komt-ie! Er bestaat nogal wat verwarring over de deadlift. En dan met name de heuppositie. Hoe hoog moet je zijn wanneer je start? Wat je veel ziet is dat de heuppositie of te hoog is of te laag. En vooral bij mensen die meer sumo doen, meer sumo deadliften, die zal ik even laten zien, die ook even voordoen. Daardoor is je rug in een andere positie en die hebben zichzelf eigenlijk aangeleerd om continu laag te starten. Je heup hoeft in een sumo deadlift niet al te hoog te zijn, maar meer laag. Ten tweede zie je natuurlijk ook mensen die dan veel te hoog starten en die er eigenlijk een stiff leg deadlift van maken. En natuurlijk willen we dat ook zien te voorkomen. Wat belangrijk is om te vermelden bij deze video is dat iedereen zijn startpositie in de deadlift eigenlijk anders is. De ene start wat hoger, de andere start wat lager. Ik zal verderop in deze video uitleggen waarom dat zo is, daar kom ik nog een keer op terug. Maar ik wil eerst laten zien waarom je niet te laag moet starten en waarom je niet te hoog wilt starten. Komt-ie! Een van de meest gemaakte fouten tijdens een deadlift is te laag starten. Wanneer je dit doet, dan gaat de barbel niet in één rechte verticale lijn omhoog. Dit is dus niet de efficiëntste manier om een barbel van de grond af te halen. Wat er nog meer gaat gebeuren is dat je schenen hier ook niet blij mee zijn. Je trekt als het ware de barbel in mijn voorbeeld naar links toe. Je trekt hem heel je lichaam in en daardoor schraap je eigenlijk heel je schenen kapot. Wat er daarnaast nog kan gaan gebeuren is dat je heupen omhoog schieten in de juiste startpositie. En de barbel eigenlijk niet van de grond afkomt. Oftewel, je lichaam beweegt wel en je barbel niet. Dat is vanzelfsprekend ook niet efficiënt, want we willen de barbel van de grond af krijgen. En als laatste, je heupen schieten omhoog. En de barbel beweegt van je lichaam af, wat jou overdreven veel energie kost en natuurlijk ook weer niet heel handig is. Nu we de te lage startpositie hebben gehad, willen we door naar de te hoge startpositie. Wat je hier dus ziet is dat je mij het gewicht van de grond af ziet deadliften en dat mijn schouders ver voor de barbel zijn. Wanneer dit het geval is en ik kom omhoog, dan zullen natuurlijk mijn schouders de barbel naar voren gaan trekken. Gaan we weer niet in één rechte lijn omhoog en is ook niet heel efficiënt. Een tweede fout die je vaak ziet voorkomen is dat wanneer je beneden bent, de barbel niet tegen de schenen aan ligt. Doordat die niet tegen de schenen aan ligt, beweegt de barbel weer niet in één verticale lijn. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de andere kant. Als jij te hoog start en de barbel ligt wel tegen je schenen aan, dan zal de barbel ver van je afzwaaien. En als allerlaatste mag het natuurlijk voor zich spreken dat hoe verder jouw torso naar voren is, des te moeilijker het is voor je rug om deze te stabiliseren. En er is dus een grote kans dat onder andere je boven- en je onderrug gewoon compleet rond gaan trekken. Oké, zoals beloofd kom ik terug op het hoe hoog moet je starten. Waarom start iedereen in een iets wat andere positie? Wat ik achter mij heb getekend, dat heb ik iets wat overgedramatiseerd. Maar dat gaat alleen en natuurlijk omdat mijn punt duidelijk is. Dit is een normale deadlift. Iemand die een normaal postuur heeft, een normale houding, een normale lengte van lichaamsdelen. Een normaal lengte rug, een normaal lengte benen zijn in verhouding. Of je nou 1,50 meter bent of 1,90 meter, dit kan in verhouding wezen natuurlijk. Wat ik hier overdreven heb getekend, is dat iemand korte bovenbenen heeft. Stel je voor, ja, zijn scheenpositie... en zijn bovenbeenpositie zou hij in dezelfde hoek doen als iemand met een normaal postuur. Zijn rugpositie zou hij ook in dezelfde positie doen als iemand met een normaal postuur. Wat er dan gebeurt is dat zijn armen en heel zijn lichaam heel ver naar achter. Zijn lichaam gaat er ver naar voren en zijn armen die gaan naar achteren toe. Als de beste man of vrouw nu deze barbel begint met optillen, dan gaat hij zoals ik net heb voorgedaan, wat er gaat gebeuren is dat deze barbel zo omhoog gaat komen. Dat wil je dus absoluut niet hebben. Dus iemand die een overdreven korte bovenbenen zou hebben met een normale lengte rug en een normale lengte scheenbenen, onderbenen, die zou dus een aanzienlijk lagere positie moeten hebben als iemand met een normale, normaal verhouding lichaam. Dus als je korte bovenbenen hebt, zak jij veel verder. Het tegenovergestelde is natuurlijk ook waar. Als je lange bovenbenen hebt, dan is er dus een kans dat jij hoger moet starten. Vandaar dat ik zeg, niet iedereen kan exact dezelfde startpositie aanhouden. Maar hoe moet je starten, wat moet je starten, of hoe moet je starten, waar moet je starten, etc. ga ik natuurlijk ook nu uitleggen.
Wanneer je start met deadliften, dan heb je een stappenplannetje in je hoofd. Wat is goed, wat is niet goed, hoe begin ik, wat is mijn startpositie? Nummer 1. Je zorgt ervoor dat de barbel boven het midden van je voet is. Je voeten zijn niet te ver naar voren, je voeten zijn niet te ver naar achteren. De barbel bevindt zich gewoon netjes boven het midden van je voeten. Voor de meeste personen zijn hun schenen nu ongeveer 3 centimeter van de barbel vandaan. Vervolgens pak je de barbel beet, je hebt een hele bolle rug en je trekt deze recht totdat je met je schenen tegen de barbel aankomt. Wanneer je mij nu van de zijkant bekijkt, dan bevindt mijn schouderblad zich boven de barbel. Niet mijn schouder zelf, maar echt mijn schouderblad. Dat is de startpositie van de deadlift. Je weet nu waarom, je weet nu hoe. Nog een extra dingetje wat ik wil meegeven. En dit gaat niet voor iedereen op, maar misschien herken jij jezelf hierin. Je ziet tegenwoordig heel veel mensen met een te bolle onderrug. Die mensen kunnen hier niks aan doen. Tenminste, er is wel wat aan te doen. Maar die is zo gegroeid. Autorijden, typeren, Raymond's video's kijken. Alles doe jij in een bolle rugpositie. Langzamerhand, als je dat heel je leven doet, dan gaan jouw spieren, bepaalde spieren, gaan vastzitten. Andere spieren worden lang, andere spieren worden kort. Is even een heel ander onderwerp. Maar dat heeft natuurlijk een gigantische invloed op de deadlift. Stel je voor, ik heb een bolle onderrug. Is voor mij best moeilijk voor te doen, omdat ik voor mij juist de andere positie hol oploop, zoals jullie weten. Stel je voor, ik heb een bolle onderrug en ik voer een deadlift uit. Dus, ik met mijn bolle onderrug, zo voer ik mijn deadlift uit. Dan kan je natuurlijk zelf wel raden dat dit niet goed is. Maar, als ik tegen die persoon die ik zou trainen zou zeggen, oké, jij hebt je bolle onderrug, trek hem eens hol. Zodat je in een goede, voor jou neutrale positie zit. Die persoon kan dit niet. Hij kan zijn heupen niet naar beneden brengen, omdat zijn onderrug veel te bol blijft. Doordat bepaalde spieren te strak, te kort zijn en hem die lengte gewoon niet kunnen geven. Dus wanneer ik met mijn bolle onderrug mijn heupen niet naar beneden kan laten zakken, het enige wat ik dan kan doen is mijn torso naar boven brengen. Zodat deze aantal graden, deze hoek groter wordt en hij of zij de oefening wel goed uit kan voeren. Wat we dus willen doen, ja, is wat ik in meerdere video's zeg. Er bestaan een aantal goede oefeningen. Maar als je de oefening, of een beste oefening, laat ik het zo stellen. Maar als de deadlift een van de beste oefeningen is, maar jij voert hem niet goed uit, dan is het voor jou niet de beste oefening. Oké, met dat gezegd te hebben. Wat willen we dan doen? We willen de beste oefening aanpassen, zodat het voor jou de beste oefening wordt. Dus je hebt een bolle rugpositie. Wat we willen doen, is deze hoek groter maken. We kunnen dus rekpulls gaan doen, blokpulls. We kunnen ook gaan switchen naar een sumo deadlift. Als ik deze positie heb, kan ik mijn heupen wel verder laten zakken. Wat zie je? Mijn torso kan rechterop blijven. Ik kan dus ook, zelfs met een overdreven bolle en zelfs ook holle onderrug, rechter blijven en makkelijker een deadlift uitvoeren. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze video's. Wil je nog meer van zulke soort video's zien? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Abonneren, weet je te vinden, ga ik niet meer uitleggen. Bedankt en tot volgende week.